Oud en nieuw is voorbij en dan gaan we nog met bommen lopen spelen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Player 20, want dat zei ik de vorige keer niet. Oh, stoot ik. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat er in deze cave ook nog eens een keer bommen kunnen vallen. Deze bommen zijn zeer dodelijk. Op het moment dat ze vallen wil je zo snel mogelijk uit de buurt komen, want alles wat in hun buurt ligt, explodeert en ben je kwijt. Zo zijn we dus al 8 Pikmin kwijtgeraakt, waaronder dus... volgens mij in totaal 6 paarse. Want we kwamen hier binnen met 20 paarse. Dat waren er 25. Toen in één keer zijn we er 3 kwijtgeraakt. Daar hadden we nog maar 22. Zijn er weer een paar bijgekomen. En natuurlijk is dit weer de final floor. Ach, daar worden we vrolijk van, zeg. Elke keer als je dan een nieuwe aflevering begint, dan zie je maar weer van... Oh ja, dit is de final floor. En hier ben ik eigenlijk niet echt een liefhebber van. Want deze baas die is namelijk nogal gevaarlijk. De baas die we namelijk nou gaan krijgen, dat wordt een klassieker van Pikmin 1. De final boss van Pikmin 1. En geloof me, deze is behoorlijk lastig. Want het is een final boss in de vorige game, wegens een reden. Ik praat natuurlijk over Emperor Ballblacks. Ja, die naam die kan ik me dan weer wel herinneren. Hoe dat ik hem normaal gesproken altijd aanval, is ik ga altijd achter hem staan... En ik zorg altijd tot ik een purple potion klaar heb. En tot ik een rode potion gebruik. Dan gooi ik er een Pikmin op. Dan... Gelijk verstenen die app. Alle Pikmin erop. Kom op. Roep ze terug, roep ze terug, roep ze terug. Oké. Even wachten tot hij een aanval heeft gedaan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Als jij geen aanval doet, dan gebruik ik gewoon weer een purple potion, hoor. Kom dan. Doe eens iets. Hi. Oké, doet zijn mond al open. Swap, swip. Verstenen die app. En gooi, 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 gooi. Ik hoop dat ik hier aan 3... Oh, ik heb hem nog maar... Oh, boy. Kom op. Je hebt ze bijna, jongens. Oh, oké, we willen nog 1 keer die swoop aanval. Oké, gooi, 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 gooi. Juist! Oh, ben ik daar geen Pikmin kwijtgeraakt? Dat heeft onze 3 potions gekost. Omdat, ja, ik heb het 1 keer heb ik een foutief gebruikt. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Maar. Oh, ik haat Emperor Ballblacks. Mochten jullie het niet nodig hebben, dan heb ik altijd. Ik weet niet hoeveel potions voor nodig. Oh, jij praat. Dat was ik helemaal vergeten. Dit is de eerste keer. In de vorige aflevering heb ik het nog in 1 keer gehoord. My initial report indicates that the giant Ballblacks spat out some sort of object. Goh, goed gezien. Groken, gesensord, hoe dan ook. It looks fascinating, but it's drenched in that creature's internal juices. Disgusting. Oh, don't roll your eyes at me. I'll store it for you. Ach, zeur toch niet zoveel, man. Zij beest. Oké, nou, ondertussen kunnen jullie even alvast hier aan gaan werken. Dit is namelijk een van de weinige caves waar dat je dus het tegenkomt. Dat je meerdere treasures zou kunnen vinden. Nou, we nemen dus hier alles even mee. Geen bomrocks. Wat er ook gebeurt, ik wil geen bomrocks zien. Best wel veel Pikmin er eigenlijk voor nodig. En nou was er beloofd dat er dus geen water hazards in deze dungeon zouden zitten. Ze logen. Nee, ze logen niet. Er zit wel water in, maar je hebt geen blauwe Pikmin echt nodig voor deze treasure te gaan halen. Forged Courage. Wat leuk. Daar ben ik blij om. This material has perplexing priorities. I will try using it with a spare spacesuit. Proceeding complete. Successful. Behind my latest invention, the Scorch Guard. Thanks to this heat resisting alloy. This suit is now impervious to fire. Dus... De kapiteinen kunnen nou tegen rode... Of tegen rode Pikmin. Ja, de kapiteinen kunnen nou tegen rode Pikmin. Nee, de kapiteinen kunnen dus nu tegen vuur. De kapiteinen hoeven zich absoluut geen zorgen meer te maken over wat voor vuuraanval dan ook. Dus ze kunnen gewoon rustig rondlopen tussen vuuraanvallen en alles daarbij. Kan handig zijn. Goed, deze puzzel. Je ziet zeg maar heel erg veel rode... vuurdingen daar staan. Het enige wat we hier weg moeten halen, dus het grappige hiervan, is je wil dus zeg maar. Ja, gaan.
jullie willen duiken. Ik vind het best hoor. Oké, we hebben één gele hierbij. We hebben één... nog een gele, oké. Wat je dus wil doen is, je wil je rode Pikmin wil je dus hierop gooien. En dan wil je hier omheen lopen. En dan kun je dus zeg maar hier, om te laten zien van... Hey, je hoeft je geen zorgen meer te maken over vuur. Kun je hier dus gewoon tussendoor lopen. Zonder dat je zorgen hoeft te maken over al die vuur dingen die er dus zeg maar bij staan. En hebben we dus hier zeg maar één treasure die we mee willen nemen. Hoeveel Pikmin hebben we daarvoor nodig? Ik geloof 10. Nou, komt daar even mooi uit. Dus jullie kunnen dat mooi meenemen. Jullie kunnen daar gewoon even blijven staan en niks doen. Wel wil ik ervoor zorgen dat hun niet automatisch mee gaan dragen. Sorry, mijn excuses. Gezondheid, dankjewel. Omdat ja, hun zijn zeg maar fireproof en daarvoor kunnen hun het makkelijkste dat dragen. Maar 8 Pikmin in deze dungeon kwijtgeraakt. Het meeste door die stomme stinkbommen en door een stinkwallywalk. Het zat niet mee deze aflevering, dat kan ik jullie wel vertellen. Maar goed, aan de andere kant hebben we wel alle kleuren Pikmin gehaald. En daar ben ik wel blij om, dus ondertussen ga ik even rondjes lopen met ze. Kom, gaan we rondjes lopen. Niet in het water stappen, gewoon rondjes lopen. Doe de Pikmin dance. Jongens, schiet eens op met dat ding. Hallo. Hallo. Dit is een video voor YouTube. Ik heb hier nou even niks over te praten. We hebben een of andere totem iets. Kan sneller. Schiet nou toch eens op. Jongen. Dit allemaal zo lang. Het grappige is, eerst dacht ik dus altijd dat je hier een hele complexe puzzel moest oplossen. Maar gelukkig was dat dus niet het geval. En ja, ik dacht dus echt dat je hier dan toch stiekem blauwe mee moest nemen. Maar zoals je ziet, 250 poko's is hier waard. En Gyroid Burst, nou leuk. Nou, en weer in ieder geval alle treasures. En ja, we zijn 8 Pikmin. Ik vind het echt, het is pijnlijk dat we 8 Pikmin kwijt zijn geraakt. Auw. Niet leuk. Oké, nou we hebben nou toch weer meer dan 1000 poko's te pakken gekregen. En helaas zijn we 8 Pikmin daar kwijtgeraakt. Nou is het dus wel zo, cave complete, nice. Nou is het dus wel zo, op het moment dat jij het voor elkaar krijgt om geen Pikmin kwijt te raken, unlock je een nieuwe challenge in challenge mode. Dus als je ermee aan het spelen bent, probeer geen Pikmin kwijt te raken. Ik zal een paar challenges misschien op het einde van de Let's Play ergens laten zien. Maar voor nu... Wij waren in Awakening Wood, oké. Maar voor nu, ja... Doen we gewoon de storyline. Nou, zoals ik me even herinner... Ja hoor. We hadden nog 1 seconde over. 60% of debt collected. Hartstikke leuk. Oké, nou, 92 Pikmin. Gelijk tijd om de afsluiting. Nou, korte aflevering. Fijn. Ja, dat kennen we ondertussen wel. Ik haat Wallywalks. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik haat... Nou moet ik wel zeggen dat we een behoorlijke chunk weer hebben gehaald. En ik denk dat er nog maar 1 dag nodig is om alles voor elkaar te krijgen wat we eigenlijk kunnen doen in de Awakening Woods. Dus ik zat zelf een beetje met een debat van hoe zou ik het aanpakken of hoe niet. Nou dat we het dus, ja we hebben de Awakening Woods, hebben we nou dus zeg maar de meeste vijanden hebben we daar nou verslagen. Oké, we zijn wat rode kwijt, we zijn 1 gele kwijt. Blauw hebben de 24 van nou in totaal. 20, even kijken van witte, die zijn iets omhoog gegaan en we hebben iets meer paarse. En als we hier gaan kijken, zien we dus nou ook Explosion erbij staan. Daar zijn we de 5 door kwijtgeraakt. Dat is echt pijnlijk. Ouch. Hallo, I'm still on the ramp. I'm still on the lamp for debt collectors. For the time being, I've decided to lay under the bridge. But if they catch me, I have no idea what they will do to me. Ach, arme meer. Ik bedoel, heeft het een awesome snor. Nou, we zitten al op 60% van de debt, dus misschien kun je er iets minder druk om maken. Maar goed, Awakening Wood, zoals je ziet, heeft nog 1 cave. En ik weet waar die cave zit. En heeft niet echt veel meer treasures above ground. Dus ik zat te denken, we willen inderdaad wel weer een keertje terug gaan naar Valley of Repose. Of zelfs naar de Perplexing Pool, omdat er ook weer een heleboel naar te doen is. Maar ik zat te denken om nou eerst eigenlijk de Awakening Woods 100% complete te maken. De reden hiervoor is van... we hebben nou namelijk daar die dag gehad. En dan zijn al die vijanden daar weg. Dus lijkt me wel het makkelijkst om dat te gaan doen. Maar omdat we kort... Deze aflevering is nog een beetje aan de korte kant. Laten we eens heel even voor de grap kijken bij de treasures.
Zoals je kan zien, hier kunnen we alle treasures kunnen we dus zeg maar bekijken die we tot nu toe gevonden hebben. De van alles en nog wat bij elkaar toe. En dan kun je dus zeg maar nog een keer de namen kijken. Je kunt erop focussen. En je hebt dus ook zeg maar de journal die je dus kan lezen. Wat Olmar bijvoorbeeld van te zeggen heeft. Dus laten we eens kijken wat heeft Olmar bijvoorbeeld te zeggen over... laten we eens even kijken doen. De Peace of Heart. The vivid color of this red stone reminds me of my wife's eyes. When they burn with rage. Just between you and me, I've noticed lately that she's been getting more wrinkles. Now that I think about it, I've probably caused her a lot of stress. When I return to Hogwarts 8, I'll take her on a long vacation. Als Menina Pikmin is. Dus ja, zo kun je een beetje zeg maar lezen over hoe Olmar verschillende dingen doet en alles. Misschien dat ik daar een beetje dieper op inga. Maar voor nu denk ik dat ik het eigenlijk een beetje wel bij later zo. Dus. Volgende aflevering. Ik weet het, vandaag een hele korte aflevering. Nogmaals mijn excuus daarvoor. Misschien dat die morgen wat leuker en langer gaat worden. Morgen gaan we dus terug naar de Awakening Wood. We hebben naar alle kleuren type Pikmin. En hebben we dan wat tijd over. Over die dag, dan kunnen we nog eventjes onze nummers wat laten groeien. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje of vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dan gaan we terug naar de Awakening Woods. Voor de laatste keer. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!